Maar liefst 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen is slachtoffer van partnergeweld. Is de jaarlijkse witte lintjescampagne afgetrapt. Om de strijd aan te gaan tegen intrafamiliaal geweld. De witte lintjesactie is eigenlijk al heel lang geleden begonnen. Dat dateert van op het moment dat Miet Smet minister van Gelijke Kansen was. Wij zijn daar onmiddellijk mee begonnen. Affiches, bekende figuren op de affiches, kranten, tv, heel veel publiciteit. Witte lintjes gaan uitdelen in scholen, in fabrieken, op voetbalpleinen, aan stations, weet ik wat allemaal. Partnergeweld is eigenlijk het schenden van de persoonlijke integriteit. Dat wil zeggen dat iemand doelbewust gedrag gaat stellen om zijn of haar partner schade te berokkenen. Er zijn diverse vormen van geweld. De meest voorkomende is fysiek geweld, het slaan of schoppen, maar ook psychisch geweld, zoals bedreigingen, stalking. En daarnaast komt seksueel geweld voor, bijvoorbeeld verkrachting en economisch geweld. En een voorbeeld daarvan is het niet betalen van onderhoudsgeld. Partnergeweld komt eigenlijk vaak voor. Als we bijvoorbeeld kijken naar fysiek geweld, zagen we dat de politie in 2011 meer dan 1200 feiten heeft geregistreerd. Voor psychisch geweld zelfs meer dan 1500. Dus we zien eigenlijk een sterke stijging de laatste jaren. Maar dat is op zich positief. Dat betekent dat de campagnes hun werk doen om partnergeweld uit de taboesfeer te halen. Vandaag maken wij van de gelegenheid gebruik om hier de campagne al te starten. En aangezien het hier zoveel volk is, dragen die mensen dat allemaal buiten. En is dat al een hele goede start. Vooral denk ik omdat het nogal wat taboe is om daarover te praten. En vooral vrouwen het nogal wat schroom hebben om daar hulp van rond te zoeken. En daar willen we dus vooral toch wel aandacht voor hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat partnergeweld in de meeste gevallen in twee richtingen gaat. In 70% van de gevallen van partnergeweld is er dus sprake van twee partners die elkaar op een of andere manier geweld aandoen. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om op een vroeg moment in te grijpen en een goede inschatting te maken van de situatie om de hulpverlening op gang te kunnen brengen. Wij hebben ook wel een stuk aan bewustwording, bewustmaking gedaan. Dus signaleer het, het bestaat wel degelijk. Ook mensen aangezet om, lach er niet mee, neem het serieus naar politie en justitie. Maar niet tegenstaande dat moeten we toch blijven de mensen sensibiliseren om het bekend te maken.